verpleegster Sarah en haar vriend Tim zijn al een tijdje een koppel. Hun hele leven wordt overhoop gegooid als Sarah het plan krijgt om op een andere afdeling te gaan werken. Gedaan zijn en met de prijs maar eens vroeg. We gaan zo nog ons werk verliezen. Hm. Als jij mij aan ontbijt blijft opeten, dan gaan wij ook ons werk verliezen. Okay. Hoe is je planning vandaag? Ik sta vandaag op aanmeldingen. Dus ja, dat is niet echt bepaald mijn droomjob, maar al die paparazzen en zo. Maar ja, ça va. Okay? Weer mensen in slaap piegen? Ik ga even langs onze paaf. Het is zijn eerste dag als diensthoofd op de pediatrie. Oh ja, dat is juist. Zeg. Wil jij geen woordje voor mij doen? Je weet toch hoe graag dat ik op de pediatrie wil werken. En als hij achter mij staat, dan kan het niet meer fout gaan, hè? Toe. Ja, ik was echt doodgelukkig met mijn job als verpleegster. Maar ik werkte vooral het liefst met kinderen. Ja, dat is echt mijn grote passie. En toen Tim zijn pa diensthoofd pediatrie werd, kon ik toch maar proberen om op die manier daar terecht te komen. Allee, het is goed. Ik zal een woordje doen, vriend. Het is niet echt een slechte verpleegster zijn. Oh, ik kan niet wachten om je vader te ontmoeten. Het schijnt dat het bij alle verpleegsters zo is. Het schijnt ook een schone vent te zijn, hè? I will wait, take a turn. Tim werkt als anesthesist in het ziekenhuis. Toen hij Sarah leerde kennen, had hij iets met een andere verpleegster, Sabine. Maar hij werd verliefd op Sarah en ze wonen nu al 3 maanden samen. Hey Tim, alles goed? Hey Sabine, ja? Alles goed met u? Ja, ça va, maar ik moet nog veel aan u denken. Mij denken, Sabine. Ze is nu toch echt al een tijdje dat wij uiteen zijn. En geloof mij, wij zijn beter vrienden. Wow, ik weet niet. Ja, Tim en ik zijn eigenlijk niet zo lang samen geweest. Maar ja, ik vond het wel jammer voor mij dat het langer mogen duren. Want ik voelde mij eigenlijk echt wel goed bij hem. Hey Tim, dat is lang geleden. Zeg, proficiat hè, met uw job. Ja, welkom in de kliniek. Merci. Ah, dat is Sabine trouwens, die werkt hier ook. Hey professor, maar ik heb al superveel over u gehoord. Aha, nu ben ik geflatteerd. En hoe is uw naam alweer? Sabine, maar oh, sorry, ik moet er echt vandoor. Ja, okay. Zeg, we zien elkaar daarna de speech van een directeur. Zeker. Oké. Amai Tim, gewoon met hem, hè, joh. Ja. Is dat... Nee, dat is gewoon... Dat is gewoon een collega. Collega, ja. Jullie zijn geen koppel. Amai, ik moet wel zeggen, als dat Tim zijn vriendinnen zijn... Smaak heeft hem wel. Nee, ik ben samen met Sarah, de verpleegster hier. En, ik had eigenlijk wel goed tussen ons. En is het een goeie? Allee, ik bedoel, een goeie verpleegster. Een heel goeie, ja. Het is eigenlijk dat ik wou vragen. Zij zou heel graag hier op een dienst pediatrie komen werken. En ik dacht, als jij misschien een duwtje in de rug kon geven, dat dan... Dat is geen probleem, Tim. Zeg tegen uw vriendinneke dat ze langskomt deze week op een bureau. Hè? Dat zien we wel. Dat mag geen enkel probleem zijn. Super. Fantastisch. Ja, mijn vader en ik... We zijn eigenlijk nooit echt zo close geweest. Dat is, zeker nadat mijn moeder mee met een is gegaan, dat was... Ja, dat is eigenlijk nooit een band, is nooit super geweest. En daarom vond ik het ook een beetje raar om dan voor Sarah dan te vragen, hè, voor die job op de pediatrie. Ik weet niet hoe dat hem erop zou reageren, dus... Ik vond dat allemaal niet zo... Dat was eigenlijk niet zo makkelijk. Kijk, mijn zoon betekent heel veel voor mij. En als ik hem een plezier kon doen met zijn vriendinneke te helpen met haar carrière, dan deed ik dat toch wel zeker. En ja, natuurlijk was ik ook wel curieus om te zien wat hij aan de haken slagen had. Als Sarah die avond thuis komt van haar werk, is ze natuurlijk heel benieuwd naar wat Tim haar te vertellen heeft. Hey. En? Hoe was uw dag? Goed. Heb je vader gesproken? Mm-hmm. En? Goed. Het is tof op zijn nieuwe job. Dus, Allee, heb je hem gesproken over... Allee, kom, je weet wel. Ah, over... Ja. Ja, en? Allee, je bedoelt over je job? Ja, dat bedoel ik, ja. Allee, kom aan, zeg het gewoon. Echt, Tim was zo met mijn voeten aan het spelen en hij deed de hele tijd alsof hij van niks wist en zo. Echt, ik kwam er zot van. Het is oké, je kunt gaan praten. Is echt? Ik denk niet dat er een probleem gaat zijn. Echt? Oh, dank je. Kom hier. Zou het morgen al gaan? Of is dat te wanhopig of te... Ach, doe dat niet. Kom hier, merci. Ik was zo gelukkig. Eindelijk was er een kans dat ik met kinderen kon werken. En dat mijn droom eindelijk echt zou uitkomen. Ja, ik zag het alleszins volledig zitten. Binnen.
Goeiedag, professor Vervaken. Ik ben Sarah. Sarah, blij met u kennis te maken. Zet u. Dank u. Ja, ik was zo verschrikkelijk nerveus om bij professor Vervaken binnen te komen. Ja, die heeft echt, dat is een serieuze naam in de medische wereld. Maar die was zo vriendelijk en die stelde mij eigenlijk onmiddellijk op mijn gemak. Zo. Tim zegt dat jij een goede verpleegster bent. Ik heb hier en daar mijn lichtjes opgestoken en dat schijnt te kloppen. Maar allez, vertel eens. Jij wil op de pediatrie komen werken. Ja, ik ben echt gek op kinderen. En ik heb trouwens ook een opleiding gevolgd op de neonatologie. En sindsdien weet ik echt dat dat is wat ik wil doen met mijn carrière. En ja, Tim heeft mij natuurlijk ook verteld dat u uw dienst zou willen uitbreiden. Dus ja, ik zou graag in uw team... Wat doet u? Ja, maar dat kan allemaal wel te regelen zijn, hè. Dat had ik niet zien aankomen. Ik kwam daar voor een jobinterview en plots zat hij daar met de kussen in mijn nek en kwam hij mijn borsten. Ja, ten eerste, zo wil ik niet aan een job komen en dat is wel de vader van mijn lief, hè. Zo gehaast? Scheelt er iets? Nee, dat is niks. Niks. Dat noem ik niet niks, hoor. Kijk, ik snap dat je bij het team van professor Vervaken wilt, maar... dat je er zoveel voor over hebt. Ja, dat moest er nog bij komen, hè. Die trut van een Sabine die daar passeert. Het begon al, hè. Ik wist het, hè. Dat de machine weer aan zijn gang zou gaan en dat ze weer van alles uitvinden. Sarah is helemaal overstuur. Hoe moet ze dit aan Tim vertellen? Misschien is het toch niet zo'n goed idee, ze. Wat? Om op de pediatrie te gaan werken. Waar komt dat nu weer vandaan? Ja, dat had ik dus echt niet zien aankomen. Allee, eerst zit hij met een kop zot te maken om op die pediatrie te werken en dan krabbelt hij helemaal terug. Raar. Ja, nee, gewoon. Daar gaat over geroddeld worden dat ik ben voorgetrokken omdat je pa diensthoofd is en dat jij dat allemaal geregeld hebt. Sarah, dan zeggen we dat mijn vader u niet kende van vooraf aan en dat is ook niet gelogen. Nee, kom, die zijn niet achterlijk, hè. Alsof ze daar zouden geloven. Nee, dat lukt nooit. Maar ja, wat dan nog? Ja, wat dan nog? Je zou Sabine nog al eens horen als ik voor je vader zou gaan werken. Maar Sabine? Wat heeft Sabine daar nu weer mee te maken? Sarah, ik zou dat echt heel stom vinden als jij je droomjob gaat opgeven puur omdat je bang bent over wat de mensen over u zeggen. Allee, je zou die job toch sowieso gekregen hebben, toch ook zonder mijn vader? Ik voelde echt dat daar iets niet klopte. Dat was iets niet juist. Sarah die vertelt mij normaal altijd alles en dat was iets dat ze mij niet zei. Sarah die zou nooit haar droom opgeven. Of toch niet zomaar. Sabine is nog altijd verliefd op Tim en wil daarom alles doen om hem terug te winnen. Zeg, amai. Je papa brengt je nogal wat teweeg. Wat wilde jij daarmee zeggen? Ah, Sarah heeft je dat nog niet verteld. Wat vertelt? Is er iets gebeurd? Ja, kijk. Ze kwam gisteren naar het bureau van je papa. En wat? Ze kwam met een rode kop buiten en ze was daar knopjes van haar blouse aan toe doen. Voor blaasjes dat ik hem eigenlijk wijs te maken? Er ga je niks beters te doen? Ja, kijk, vraag het haar dan zelf, hè. Ik wist het. Ik wist dat daar iets niet juist was. Allee, ik kon dat bijna niet geloven van Sarah. Dat zou ze nooit doen. Sarah, ik ben het. We moeten even praten, jong. Ja, nu, over een kwartier op de parking. Ja. Just a silence, a decision around the edge, fall off the avalanche, turn away. Hey, zeg, wat is er? Jij bent gisteren met mijn vader gaan spreken, hè? Wat is daar gebeurd? Niets. Niets. Sabine die is net komen vertellen dat ze u heeft zien vertrekken uit zijn bureau. Bijna zonder kleren aan. Is dat dan niks? Ja, ik wist dat Sabine haar eigen verhaaltje zou verzinnen. Dat had ik wel van haar verwacht. Dus dat moest ik even rechtzetten. Ik heb u toch gezegd dat dat mens er alles zou aan doen om u tegen mij op te zetten? Gewoon daarom wil ik die job op de pediatrie al niet. Zij is tot alles in staat. Zij loopt nog altijd zot van u. En ik heb godverdomme geen goesting dat door haar geroddel iedereen gaat denken dat ik die job via uw pa heb gekregen. Je hebt gelijk, sorry. Kijk, van Sabine kun je alles verwachten. Allee, kom hier.
praten er straks verder over. Hè? Ja. Ik ga verder werken. Ja, zeker. Kijk, ja, ik wist dat Tim heel hard opkeek naar zijn vader. Dus ja, ik kreeg het niet over mijn hart om te vertellen wat er echt gebeurd was. Eigenlijk wist ik dat Sarah mij zoiets niet zou aandoen. Maar waarom zou Sabine zoiets verzinnen? Ze had er eigenlijk niks bij te winnen. Dus ik dacht, ik moet bij mijn pa gaan polsen. Ja, binnen. Hey Tim. Pa. Zit u? Hoe is het? Goed, goed. Met u? Goed. Moet je goed ontvangen hier? Ja, ja, ja. Maar ja, tuurlijk. Hè. Dat is hier schitterend. Hè. Ik zie ik mijn zoon alle dagen en ja, het loopt hier wel met schoon verpleegstertjes. Ja, ja. Dat is zeker. Zeg, en Sarah die is gisteren langs geweest voor die job op de pediatrie? Ja, absoluut, absoluut. Die lijkt me eigenlijk wel meer als geschikt om hier te komen werken. Hè. Zegt die maar... Je hebt toch geen slechte keuze, hè? Maar altijd deden van uw pa zeker, hè? Ja. Kijk, als mijn pa zo doet, allez, ik vind dat echt degoutant hoe dat hij dan over mijn vriendin sprak. Ik zou bijna gedacht hebben dat niet Sarah was die avances gemaakt had. Zeg, en die sollicitatie die is goed verlopen. Alleen gelijk als met elke sollicitant, gewoon volop normaal. Natuurlijk. Ja, zeg, Tim, ben ik in diensthoofd geworden door lievelingsjes te hebben of mensen voor te trekken, hè? Nee, dat weet ik wel, dat weet ik wel. Zeg, pa, heb je geen goesting om met ons te komen eten anders vanavond? Hè? Om je benoeming te vieren en dan leer je ons Sarah wat beter kennen. Ja, tuurlijk. Met plezier zelfs. Ja, tof. Heel graag. Ik wist dat het niet echt proper was, maar ik moest het weten. Ik moest het weten hoe dat mijn vader en Sarah tegenover elkaar stonden en vandaar die uitnodiging. Dan zou ik het wel zien, hoe dat echt in elkaar zat. Het is zeer de vraag of Sarah dat ziet zitten. Sar? Ja? Verrassing. Amai, wat valt er te vieren? Ik ben een pa uitgenodigd om vanavond te komen eten. Sar? Ja? Verrassing. Amai, wat valt er te vieren? Ik ben een pa uitgenodigd om vanavond te komen eten. Huh? Om zijn job te vieren en ik dacht, hij is toch alleen. En ze kunnen ook eens zien voor uw job op de pediatrie, hoe we dat gaan regelen dat niet iedereen op zijn achterste pootjes staat. Ik had dat wel eens kunnen vragen, hè? Is er een probleem? Nee, er is geen probleem. Je weet toch dat ik er niet voor te vinden ben om met een lange arm aan een job te geraken? Saar, het is maar om zijn job te vieren, hè? En om hem wat beter te leren kennen naast werk. Ja, dat was niet echt het beste vooruitzicht. Ik had echt geen goesting om die vent nog te zien. Ik vond dat Sarah echt raar deed. Allee, dat was precies alsof ze geen goesting om mijn pa te zien. Eerst had ze een toffe dag en was alles goed en dan was ze ineens moe en was alles moeilijk. Ja, ik weet niet of ik echt goed gezelschap ga zijn. Ja, hij is daar. We maken het gewoon niet te laat vanavond. Dag Sarah. Dat is niet lang geleden, hè? Ja. Doe je als maar niet, pa. Zeg, gisteren vonden we dat wel lekker, hè? Zeg, en hoe lang zijn jullie nu al samen? Oh, maand of drie zeker. Zet u, pa. Een glasje champagne, pa, om uw benoeming te vieren? Absoluut. Ik haal wel. Echt, ik kon die vent in mijn buurt niet verdragen. Hoe dat hij naar me keek en hoe schijnheilig dat hij doet tegenover zijn eigen zoon. Dat is gewoon degoutant. Jullie wonen hier wel schoon, hè? Tof, hè? U mag je zeker helpen met die richting. Och, kent ze toch. Als ze maar een huis kan inrichten. Allee, ik heb de indruk dat ze tegenwoordig niet veel huizen niet meer inricht. Ik denk dat ze meer op Tenerife zit dan wat anders. Oh, jongen, ik heb ze al maanden niet meer gehoord of gezien. Dank u. Ik voel me niet zo goed precies. Saratje, wat scheelt er? Er zijn hier twee dokters in huis dat ik haar heb gedaan. Hè? Ja, het is niet zo erg. Zeg. Ik denk dat ik gewoon even op mijn bed ga liggen. Ik denk niet dat je veel aan mij zult hebben vanavond. Sorry. Ja. Ja, ze zullen maar met z'n tweeën iets eten, zeker? Ja, oké. Ik vond dat echt boertig en onbeleefd. Allee, ik bedoel...
Je zit dan met volk, met een pa dan nog. Allee, kunnen dan niet even blijven en dan gewoon toosten op zijn benoeming? Allee, ik kon er echt niet bij. De hele avond heeft Sarah zich niet meer laten zien. Ze wilde Tims vader niet meer onder ogen komen. Tim merkt dat er iets niet klopt, maar hij weet niet wat. Sarah? Slaapte jij? Sarah die is dus naar boven gegaan. En we hebben die niet meer gezien. Echt ongepast. Ik had echt verwacht dat hij nog terug naar beneden ging komen en dat we er nog een gezellige avond van gingen maken, maar... Nee. Niks. Sarah heeft Tim nog steeds niets durven vertellen over de ongewenste avances van zijn vader. En dat begint op haar gemoed te wegen. Voor Sabine is het voorval een nieuwe kans om haar rivalen uit te schakelen. Ah, Iris, ons dokterslievelingetje. Was gezellig misschien gisteren bij dokter Vervaken. Wat ik het ergste vond aan Sabine, dat is gewoon de manier waarop dat ze iets zegt. Was gezellig. Gaat u dat iets aan? Kom, je laat er ook geen gras over groeien, hè? Zeg, waar heb je het over? Moet je eens met je eigen zaak? Ja, kom aan, denk je dat ik dat niet door heb? Een beetje hier wel lachen naar alle dokters, een beetje met je kont draaien. Zeg, waar houd jij je mee bezig, jong? Je smerige trut. Jij kunt het niet verdragen, hè? Dat Tim u na maand heeft gedumpt voor mij, dat is je probleem. Denk je dat echt? Ik ben echt wel niet zo'n hoer die gelijk met de vader en met de zoon zit binnen te draaien, hè? Of denkt je misschien dat ik niet door heb wat er hier in dat bureau is gebeurd? Vanadel. Je gaat hier lang niet meer werken, zeg, hè? Echt. Ook al slaapte mij iedere dokter. Wat scheelt er met dat mens? Ik snap het echt niet. Mij zomaar een lap in mijn gezicht geven. Madame zal zich zeker betrapt gevoeld hebben. En ja, ik heb een gevoel gesnaar geraakt. Hè? Filter. Spelen. Wie zou hem geloven, denkt hij? Mij, zijn vader of Antel van de verpleegster die op dokters moet spelen? Professor Vervaken voor spoed. Professor Vervaken voor spoed. Tot straks, hè. Kijk, hè. Die poppemiekes moeten niet proberen aan mij de loef af te steken. Daarvoor ben ik te oud geworden en heb ik te veel meegemaakt. En ons team. Wie zou die geloven? Zijn vader of zo'n Del die hij dan pas leren kennen heeft? Die smeerlap had gelijk. Tim zou mij nooit geloven. Hij zou alleen zijn vader vertrouwen, dat wist ik zo al. Ik voelde mij zo machteloos. Ik kon gewoon niks doen. Tim, ik ben het. Ik voel me niet zo goed, dus ik ga naar huis. Tot vanavond. Ja, Tim, ik was op zoek naar u. Heb jij een minuutje? Ja, tuurlijk. Ik heb alleen nog maar wat papierwerk. Dus. Ja. Het gaat over Sarah. Het valt me heel moeilijk om te zeggen wat ik te zeggen heb, maar je weet, een paar dagen geleden is ze bij mij op het bureau geweest om te spreken over een job bij de pediatrie. Ja? Ja. Ik wou er eigenlijk niks over zeggen, maar ik vond dat ze nogal uitdagend en opdringerig was. Uitdagend? Sarah, die is zo niet. Sorry dat je dat echt fout geïnterpreteerd hebt. Nee, dat kan niet. Nee. Tim, ik weet wel wanneer dat een vrouw mij dacht te versieren. Hè? Jij denkt dat elke vrouw die tegen u een klapje komt doen, dat er is om je te versieren. Maar ik ken Sarah, die is zo niet. Ja, toch wel. Die is bij mij op een bureau geweest, daar juist nog. Ze trachtte me te kussen. En ze nam mijn handen en ze bracht ze naar haar borst. Ja? Ik kon dat echt niet geloven.
Sarah, die zou nooit zoiets doen. Maar langs de andere kant. Waarom zou mijn vader zoiets uit zijn duim zagen? Dat snap ik ook niet. Tim is totaal overdonderd door wat zijn vader hem verteld heeft. Hij wil zo snel mogelijk een uitleg van zijn vriendin Sarah. Wat is het? He, wat heb ik gehoord? En die op mijn vader gesmeten, hè? Wat dacht je? Dat hem beter was als ik of iets met een professor doe misschien? Ja, waarom? Waarom? Tim, laat me los. Ik heb niks gedaan. Niks gedaan. Ik heb juist met hem gesproken en je hebt mij verteld, jong. Sabine had gelijk, ik wist het. Oh, Sabine, ze smerige trot die tussen ons wil komen. Mijn pa, hè? Dat is pas een smerige. Ja, 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 wat heel de kliniek die is tegen u, hè? Ik kon niet anders. Ik kon niet meer liegen tegen Tim. Hij moest gewoon de waarheid weten. En waarom zou mijn vader erover liegen? Waarom? Waarom zou hij zeggen dat je me gekust hebt en dat je mij probeert te verkrachten? Hij heeft mij proberen verkrachten en niet omgekeerd. En niet één keer, maar twee keer. Als je denkt dat ik je leugens ga geloven, dan denk dan maar wat anders. Toen is ze echt te ver gegaan. Allee, eerst een beetje op mijn vader zat ze dan wat te geilen, hè, om haar job op de pediatrie te krijgen. En dan uiteindelijk, als dan alles mislukte, dan ging ze het wel op mijn vader steken. Jammer. Klopt niet. Uw pa, hè, dat is net perfect. Die denkt dat oude vrouwen speelgoed is. Waarom denkt je dat je ma is weggegaan? Jij op mijn moeder erbuiten. Wie denkt jij wat dat je zei? Mijn vader is misschien niet perfect. Maar het is geen verkrachter. Ik had het voorspeld, hè. Tim die zou mij nooit, maar dan ook nooit geloven. En pas op, ik wou ook niet dat hij die dingen over zijn vader zou horen. Maar ja. Ik had schrik dat alles om zeep was. Tim? Wat is het? Tim, we moeten babbelen. Ik wil het met u uitpraten. Ik heb tegen u niks meer te zeggen, Sarah. We zijn uiteen, het is gedaan. En ik zou graag hebben dat je verhuist ook. Allee, dat kun je toch niet menen? We moeten er toch over praten? Ik heb tegen u echt niks meer te zeggen. Niet naar wat jij gedaan hebt. Dokter Ivaakje, kan ik u even spreken? Het is dringend. Natuurlijk. You better save yourself from something you can't. Het was voorbij. Ik was twee keer aangerand. Ik was de liefde van mijn leven kwijt. En allemaal zonder dat ik iets fout had gedaan. Ik kan het niet anders zeggen, maar ik heb aan de lijve moeten ondervinden hoe dat Sarah echt was. Misschien had ik Sabine wel eerder moeten geloven. Dat was al zover niet gekomen. Sarah is de wanhoop nabij. Ze is de man van wie ze hield kwijt en weet niet meer wat te doen. Haar toekomst zag er mooi uit, maar in één klap is alles weggevaagd. Misschien dat Tim nu wel zou geloven wat voor iemand zijn vader echt was. Misschien was ik nu op het juiste moment, op de juiste plaats. Of misschien was ik net te laat. Na een klacht van Sarah en Sabine werd Tims vader onmiddellijk ontslagen door het ziekenhuis. Maar daarmee is de pijn nog niet voorbij. Zo weet Tim absoluut niet meer hoe hij verder moet. Alles goed? Wat denk je zelf, Sabine? Topdag. Beste periode van mijn leven. Mijn vader is een verkrachter en de vrouw van mijn leven die is weg. Dus niks meer gehoord van Sarah. Het enige dat ik weet is dat ze een nieuw job heeft. Tim, sorry, echt. Ik wou dat ik iets kon doen. Weet je wat jij kunt doen, Sabine? Wat jij al veel langer had kunnen doen? Dat is stoppen met je te moeien en mij gerust laten. Bedankt. I'm so tired of being alone. Ik ben belogen door mijn vader. Ik ben belogen door Sabine. En eigenlijk de enige die het goed met mij voor had, dat was Sarah. En die ben ik kwijt. Uit
Uit liefde voor haar vriend Tim en uit respect voor zijn familie loog Sarah over de ware aard van Tims vader, net zo lang als ze kon. Toen de waarheid aan het licht kwam, begreep Tim hoezeer hij Sarah pijn had gedaan. Sinds maanden probeert hij de brokken te lijmen, in de hoop dat hij en Sarah elkaar weer vinden.